chocolade letter, want die heeft alles perfect gedaan dit jaar. En dan hebben we Jessica. Jessica. Hey, hallo lieve kinderen. Wat leuk dat jullie er zijn. Ja, jullie zien dat ik aan het werk ben. Ik ben bezig met de verlanglijstjes. Wat? Hebben jullie je verlanglijstje nog niet in je schoen gedaan? Nou, dat moet je gauw doen. Gewoon je verlanglijstje in je schoentje doen. En als je dan een liedje zingt, zing dan Sinterklaas Kapoentje. Want dat vind ik zo'n prachtig nummer. Sinterklaas. Ja, hoofdpiet. Ja, het is tijd om op het dak te gaan. Is dat zo, hoofdpiet? Is actiepiet ook gereed om mee te gaan op het dak op te gaan? Ja, zeker Sinterklaas. Ja, zeker wel. En we hebben hem in het oog gehouden. Hij zit bij Diva en bij Knoopiet. Oh, nou, dat is mooi, hoofdpiet. Maar zeg, weet je nog pas na de intocht? Oh, Sinterklaas, die ene keer dat je de actiepit kwijt was, ja. Oh. Ja, hoofdpiet, die ene keer. Zeg, weten jullie kinderen, actiepiet is altijd in de weer met van alles. De pieten zijn hem vaak kwijt, net zoals na de intocht. Het avontuur begon toen ik met Pietje van Alles alle tekeningen van de intocht aan het bekijken was. Ja, ik heb genoten, net zoals Americo. Ach, een trouwe beestje. Heeft het al een lekker worteltje gekregen? Ja, zeker Sinterklaas. Een hele bos met wortels zelfs. Oh, ja, maar niet te veel, hè, want anders kan het beestje straks het dak niet meer op. En dat is net zoals bij mij. Als ik dan te veel chocolademelk drink met een heerlijk speculaasje, dan kan ik ook het dak niet meer op. Ik heb wat problemen als ik te veel marsepein eet. Zeg, Pietje van Alles, heb jij actiepiet nog gezien? Nee, Sinterklaas. Ik geloof dat hij in de keuken is bij Kokspiet. Oh, nou, zeg, wil jij hem even zoeken en naar mij sturen? Komt voor de bakker. Voor elkaar Sinterklaas. Nou, dat is heel fijn, Pietje van Alles. Tot straks, hè? Tot straks. Oh, wat een leuke tekeningen, zeg. De stoomboot en Sinterklaas met een... Oh, telefoon. Met de Sint. Ah, hoofdpiet. Ja, nee. Zeg, wil jij de pieten even naar mij sturen? Alle pieten in mijn werkkamer. Ja, fijn. Tot straks. Ja, dag hoofdpiet. Hey, van alles! Hey, hallo van alles! Nee, premier Diva. Wat loop jij jezelf te momperen? Ja, ik wil van Sinterklaas over denken, actiepiet is weer kwijt. Maar waarom kijken dan zo beteuterd? Je weet zelf toch ook, als ik actiepiet moet gaan vinden, is het toch onder de voetzie? Goed, maar waar heb ik hem dan het laatst gezien? Ik denk dat ik hem voor het laatst in de keuken zag. Ik op zijn slaapkamer, denk ik? Of zag ik hem nou in de tuin? Ja, kan ook. Of bij de stal van Amerigo. Ik zag hem in de bibliotheek. Ah, oké. Zullen we daar maar eens gaan kijken dan? Hey, van alles, alles flex? Ach, het gaat. Nou, van alles, dat klinkt niet best. Kunnen wij ons ergens mee helpen? Nou, ik denk dat het onmogelijk is, maar ik moet actiepiet zoeken voor Sinterklaas. Ik weet dat het niet om te lachen is, maar als we jou allemaal meehelpen, dan vinden we hem vast wel. Nou, ik weet het niet hoor. Dieve Piet, Premier Piet, ze weet ook al niet waar die is. Oh, we hebben hun hem dan gezien? In de keuken, in de stal, op zijn bed, ik weet het niet meer hoor. Heb je al op die plekken gekeken? Nee, maar ik weet als ik er ben, dat hij dan toch weer weg is. Weet je wat, we helpen je mee zoeken. Kom op Pietje van alles. Ik voor alle voor één, op zoek naar actiepiet. Hallo, hier volgt een bericht van de hoofdpiet voor alle pieten. Nu we aan zijn gekomen in Nederland, wil Sinterklaas iedere piet in het kasteel zien in zijn werkkamer. Dus ik herhaal, alle pieten verzamelen bij de werkkamer van Sinterklaas. Einde bericht. Zo, nou dan ga ik ook maar naar Sinterklaas. Dan zullen we zo eens even kijken wat we allemaal nog moeten doen. Terwijl hoofdpiet onderweg was naar mijn werkkamer, waren de andere pieten aan het zoeken. Ze konden actiepiet maar niet vinden. In de tuin was hij niet, in de keuken was hij niet. Maar wat de pieten niet wisten was dat ik naar Amerigo was geweest en actiepiet tegenkwam op de gang. Hé, hey, actiepiet, jou zocht ik. Zeg, heb jij Pietje van alles gezien? Pietje van alles? Nee, hoezo? Had u mij nodig? Nou, ik zeg, weet je wat? Ga even mee naar mijn werkkamer. Zo, actiepiet, dat was mijn dagje wel, hè? Oh, zeker Sinterklaas. En al die kinderen op die kade, al die blije kindergezichtjes. Ik word er zo blij van. Wat zal ik vannacht heerlijk slapen?
Ja, maar wel als we de schoentjes hebben gevuld, hè. Dan gaan we pas slapen. Ja, uiteraard, Sinterklaas. Maar actie Piet? Ja, Sinterklaas. Sinterklaas, ik heb actie Piet niet gevonden. Oh, Pieter, kom binnen, kom er gezellig bij. Hé, hey, hij is hier. Hey. Nou, lieve kinderen, zo zien jullie dat het allemaal goed kwam. Maar het komt altijd goed. Nou, Sinterklaas, maar weet je nu waar Actiepiet was? Ach, Hoofdpiet, weet je wat het met Actiepiet is? Jullie zijn hem altijd kwijt en ik kom hem bij toeval tegen. Maar Sinterklaas? Ja, Hoofdpiet. Kijk, het is tijd om te gaan. Ja, we moeten de daken op. Nou, lieve kinderen, hopelijk gaan jullie je schoentje zetten en prachtig zingen. Dan komen we gauw bij jullie langs. Dag hoor. Doei. Zo Hoofdpiet, ja, dan gaan we eerst naar Amerigo en dan gaan we de daken op. Oké, dat is zo. Gaan we.